We gaan het vandaag hebben over spirituele integriteit. En bij het woord integriteit denk ik zelf altijd aan zuiver zijn en oprecht zijn. Trouw zijn aan jezelf en ook aan anderen. Maar ook betrouwbaar zijn en eigenlijk vanuit wederzijds vertrouwen in contact staan met elkaar. Maar wat is spirituele integriteit eigenlijk? Voor mij betekent het vertrouwen en loslaten. Ontwikkeling van zelfbewustzijn en eigen authenticiteit heeft ook te maken met spirituele volwassenheid en je algehele staat van zijn. Onze evolutie en bewustzijnsontwikkeling drukt zich ook uit op lichamelijk niveau. Boeddha die sprak al over de hersenen als een sensorisch orgaan voor gewaarwording, perceptie, En waarneming. Tegenwoordig kan het ook worden ingezet om stress op te heffen, want stress is eigenlijk van binnen. Ja. Stress zit van binnen en wacht op een externe stimuli om te worden geactiveerd. Je stress is die staat dan op scherp. En spirituele integriteit wil zeggen dat je onder andere stress opheft en jouw onderbewuste programmering overeen laat stemmen met jouw eigen authenticiteit, jouw eigen unieke zijn. Ja. En zo leer je ook gewoon de totale verantwoordelijkheid te nemen over al je handelen. Omdat je dat gewoon met je volle bewustzijn kunt inzetten. Ja. Steeds meer ontdekkingen realiseren ook dat we ons innerlijk geloofssysteem kunnen aanpassen. Bekendere methoden zijn hypnose of meditatie, waardoor je je geest kan sterken en dus je eigen geloofssysteem kan waarnemen. Er komen steeds meer ontdekkingen bij, zoals energiepsychologie. De kern van veel al oude leringen, die omvat ook het overstijgen van je zelfbeperkende ego, dus je overlevingsgebaseerde programmering die je bij je draagt. En de programmering die eigenlijk niet bij jou past, om dat er aan te passen. En zo kan je zeggen dat spirituele integriteit, dat komt neer op dat spiritualiteit in ieder van ons leeft. Spiritualiteit is niet iets wat losgekoppeld is. Het leeft en is verbonden met ieder. Het zit in onze cellen. Ja, we zijn dat al, zeg maar. Ja. Alleen worden we als het ware beperkt door het ego eigenlijk? Zodra je hier op aarde incarneert, dan neem je collectieve en planetaire overtuigingen op je op en creëer dualiteit in het geloofssysteem. Je ego is ook nodig om hier op aarde te zijn natuurlijk. Ja. Anders zou je geen individualiteit in deze realiteit kunnen ervaren. Precies. En het dierlijk instinct is ook nodig hier op aarde, want het draait ook om het dierlijk instinct van ons heen. Ja. Ja, dus het is nodig om er te zijn, maar op het moment dat je daar meer bewust doorheen kunt kijken, opent zich natuurlijk ook gewoon een hele mooie wereld met wat er nog meer is. Ja. En wie je eigenlijk in de kern bent. Ja. Ja, heel mooi. Ja, spirituele integriteit is eigenlijk ook dat je dat je spirituele volwassenheid ontwikkelt. En naarmate je zelfbewustzijn ontwikkelt, ontwikkel je een juiste relatie met jezelf en daardoor ook weer naar anderen toe. Ja, precies. Want op het moment dat je dat doet inderdaad, dus de relatie met jezelf als het ware koestert, kun je dat dus ook kun je dat eigenlijk ook liefst aan anderen geven. Ja. Ja. En anderen gewoon op een gelijkwaardige manier behandelen zoals jij ook graag behandeld wil worden. Ja. Want een onbewuste geest geeft altijd een onbewuste intentie en programmering mee zodra je met iemand in een kamer zit. En zodra jij je in het geloofssysteem aanpast, mede door of sterkt, mede door meditatie en hypnose en innerlijk werk,
pas je dus de intentie en de onbewuste programmering aan, waardoor je spirituele integriteit automatisch gaat integreren in je lichaam, in je veld, in je elektromagnetisch veld van je hart. Dat is wat spirituele integriteit inhoudt. Ja, dankjewel. Tot de volgende keer.